Traffic Today is een online marketingbureau in Deventer... en is binnen drie jaar uitgegroeid tot een organisatie met meer dan veertig personeelsleden. Traffic Today kenmerkt zich door hard werken, veel inzet en de getting things done mentaliteit. Hierdoor zijn zij een online marketingbureau dat zich richt op performance en resultaten. Het bestaat uit een jong en bruisend team. Klinkt dit als een bedrijf waar jij stage zou willen lopen? Blijf dan luisteren. Traffic Today, Digital Marketing Agency. Hey, beste luisteraars. Weer bij een nieuwe podcast van Traffic Today. Een podcast voor stagiaires. En om eens even te kijken hoe is het nou om bij uh, Traffic Today stage te lopen. Dus uh, laten we maar eens uh, beginnen met, uh, met het voorstelrondje. Wie we allemaal zijn, hoe we hier terecht zijn gekomen, et cetera. Nou, laat ik maar bij mezelf beginnen. Ik ben Ilan Adams. Ik ben uh, 21 jaar ik uh, woon in de buurt van, uh, van zwolle in het Harde. zeggen jullie waarschijnlijk allemaal niks en uh, ik uh, loop nu al een half jaartje stage bij traffic today zoals de rest dus uh, ja dat was een korte introductie over mezelf ik doe online marketing dus uh, ja verder ja uh, laat ik maar doorgaan uh, ik ben lee ik ben uh, 20 jaar ik woon wel in het mooie deventer van traffic today <coughs> En uh, ik zit ook op binnenstuim op school en doe commerciële economie. Zelf uh, loop ik uh, stage ook als ondermarketeer. En uh, ik heb een topperiode. Nu naar Meike. Ja, nou, ik ben Meike. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Enschede. Ik studeer daar ook aan de Technische Universiteit. Uh, ik kom bij Traffic Today. De processen verbeteren. Dus ik ben een van de weinige niet-marketing gerelateerde personen hier. En ik doe hier mijn afstudeerstage. En dan gaan we nu naar Terry. Nou, mijn naam is uh, Terry, ik ben 25 jaar, de oudste stagiaire van ons vier. Uh, ik woon in Nuleuzen en ik studeer communicatie op Windesheim. En ik ben hier stagiair Creative Content. Dus Ik doe eigenlijk niet zo heel veel met online marketing. Uh, ik doe meer het uh, teksten schrijven en het uh, social media gedeelte. Nou, nu we het voorstel rondje hebben gehad, weten wie iedereen is en wat iedereen doet, laten we maar doorgaan. Uh, nou, wat zijn de. Leukste dingen om uh, hier bij Traffic Today te gaan werken. Leukste ervaringen. Ja, laten we beginnen bij de vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Dat is echt uh, prachtwerk hier. Dat is echt, uh, ja, daar doe je het voor. Ligt je antwoord naartoe? Hey, ik heb gehoord dat Lee uh, echt uh, wilde verhalen kan vertellen hierover. Dus uh, ik geef het woord graag aan, <laughs> aan Lee. Um, ja, vrijdagmiddagborrels uh, zijn uh, echt uh, ter herhaling vatbaar. Als ik dat goed zeg. Van de herhaling. Ja. ja, voor de herhaling. Voor herhaling. Drie keer scheepsrecht, jongens. Ja, ik ben geen content marketeer, dus... Uh, nee, dan uh, moeten we hem spelen naar uh, Terry. Maar. Ja, ik houd wel op online. nou goed. En uh, laten we ook niet vergeten dat je de hele week door lekker je eigen muziek kan draaien. Dat je niet de hele dag naar Tino Martin hoeft te luisteren. Of je moet met Marten op kantoor zitten. Maar ja, dan heb je vet pech. Ja, dan uh, is het, uh, Tino Marten uh, je grootste vriend, denk ik. Nou ja, dat zou ik het ook weer niet. <laughs> nee. nee, doe maar niet. Nee, nee maar ja, wat is er nog meer hier gaaf? Uh, de nou, koffiemomentjes zijn wel gaaf. Ja, maar sowieso gewoon de sfeer op kantoor. Ja, het is gewoon ja, lekker, uh, het is relaxed. Het is gewoon een hele gezonde balans tussen gewoon, je moet hard werken. Dat is gewoon zo. Maar dat, dat het is, is niet echt. Een beetje work hard, play hard. Ja. Dat is wel echt uh, wat je hier. Uh, en over de dag uh, zoek je elkaar gewoon op. En uh, ja, door de corona is het natuurlijk dat, dat de helft niet aanwezig kan zijn. Dus het is maar een halve bezetting zo. Ja. Maar daarvoor heb je een koffiemomentje. Daarvoor heb je de koffiemomentje. Twee keer in de week. De koffiemomentjes, uh, ja, daar kunnen Mike en ik uh, dan wat meer over vertellen dan jullie. Dierenbingo. Ja. Ja. Uh, dierenbingo. Uh, dieren wij hebben dierenbingo gehad, we hebben de muziekbingo gehad. Muziek oh, Oké, okay. en welke was nou het leukst? Uh, ik vond dierenbingo toch wel echt iets uh, speciaals hebben. Omdat? Partypingwings uh, kwamen naar voren. Partypingwings? Uh, ja. Het is echt. Dat waren. Een, echt een foto van jou of zo. Waren gekke pingwings die we gehoord hebben. Nee, maar even. <laughs> <laughs> maar uh, ja, we hebben nu uh, de huidige koffiemomentjes. Uh, dan doen mm -hmm. we een beetje tekenen. Tekenen. Dan moet tekenen. iemand een zin, tekenen. moet iemand een in zin intypen in in en dan moet de ander dat tekenen en dan moet de ander weer raden, zeg maar. Uh, oh, zo'n soort die... uh, dra.io. Ja, ja, zoiets. Bijvoorbeeld, Lee maakt broodjes papau. Ja, en dan, en dan moet terry, ik, dan moet ik uh, Lee, tekenen die broodjes Papau uh, maakt en dan moet jij dan bijvoorbeeld raden. Nee, uh, dat is scribble, scribble. Ja, oh dan, ja, dat is het eigenlijk. Ik ja, ja. Of ja, een ja. beetje zoals het eindspel van de lamas van vroeger. Nou, goed, nou toch mooi. Ja en ja. over het team, het is uh, echt toen uh, wie aankwam super aardig. Iedereen uh, die ontvangt je met open armen. Uh, iedereen die checkt gewoon even als je op kantoor bent, van uh, stel je even voor, even een praatje maken, je veel voorstellen. Dus je hebt ook wel echt gelijk een band met iedereen. En uh, ja. dat merk je ook wel. Ja, plus je kan overal gewoon terecht. Ik heb echt wel baantjes of dingetjes meegemaakt. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. En dan is het zo van... Nou, liever, de, liever de nieuweling niet helpen met al die vervelende rotklusjes. En hier is het wel gewoon... Je hoeft maar te vragen en je wordt geholpen. En het wordt extra uitgelegd. En er bestaan geen domme vragen, zeg maar. Dus ik weet niet uh, wat jullie ervaringen daarmee waren. Ja, Als... daar ben ik het echt uh, helemaal mee eens. Ja, ja absoluut. Ja, want... Wij doen dan online marketing, dus allerlei verschillende dingen. Uh, maar hoe zit dat dan met content? Hoe kom je hier binnen? Uh, nou ja, ik ben uh, op een uh, ja, wel leuke manier ontvangen door iedereen. Uh, ik had alleen wel de pech dat ik de dag erna direct in het ziekenhuis belandde voor een week. Ik um, moet er wel bij vertellen, ik heb een heel leuk kaartje direct de dag erna ontvangen uh, ah, van, ja. van, het, van het hele team van Traffic Reasons. Dat is natuurlijk echt super nou, gaaf. Dus, uh, ja. Ja. Heeft dan wel van gelijk. Uh, Geef je wel direct een, een goed gevoel, zeg maar, ja, bij de mensen ja. die hier ja. werken? Absoluut. Ja. ja, dat is wel echt. En uh, Maaike, zeg maar, als afstudeerder. ja, je bent natuurlijk niet per se echt veel werkzaam of zo. Dus je bent wel vaak op kantoor. Klopt dat? Nou, ik ben even vaak op kantoor dan jij, volgens mij. Maar gemiddeld gewoon twee keer in de week, zeker nu met corona. En dat is echt prima. Ja, want hoe, hoe is die verdeling bij, uh, bij jou? Wij hebben dan bijvoorbeeld vier dagen. Ja, zitten wij eigenlijk aan uh, uh, gewoon mee te werken. En dan één dag zitten we aan het verslag. Volgens mij ook voor Terry. Klopt, ja. En hoe is die verdeling bij jou? Omdat je doet afstuderen natuurlijk, dus je doet eigenlijk je onderzoek. Of ja. ben je volledig met je onderzoek bezig? Ja, ik ben nu zeker volledig met mijn onderzoek bezig. Gewoon vijf dagen in de week uh, okay. ben ik daarmee bezig. Maar in het begin heb ik inderdaad een gesprek gehad van... Uh, wil je zelf nog wat dingen doen voor uh, Traffic Today? Heb je gewoon inspraak in... Maar aangezien ik verder marketing gerelateerd heel weinig kennis heb, dacht ik. Niet heel handig, gaat Traff niet heel veel op vooruit als ik de teksten ga schrijven. Mm -hmm. Maar het was wel chill dat je daar inderdaad in ieder geval een gesprek over kon hebben. Van mocht je iets willen doen of uh, mocht je inderdaad een ander aandeel willen hebben bij uh, Traff Today, dat je daar zeker uh, welkom bent om dat op te pakken. Ja, precies. Want dat merkte ik ook direct. Van, uh, ik denk dat het om even de luisteraars te introduceren aan ons onderzoek van, uh, van Lee en uh, die van mij, is wij deden wel een onderzoek wat een beetje uit de richting was van een normaal onderzoek. Normaal komen commerciële uh, economie, studenten komen binnenzetten uh, met een onderzoek over, uh, ja, eigenlijk gewoon een soort klantenonderzoek. Maar wij zijn dan wel echt een andere richting opgegaan. Maar daar was wel gelijk alle vrijheid in, zeg maar. Dus het was niet van: oké, okay, dit zijn de richtlijnen, hier kom je binnen, dit moet je doen en uh, zoek het maar uit met je onderzoek. En iedereen is ook heel gewillig om mee te werken. Ja, dat vind ik ook wel echt top. Want ze staan zeg maar open voor elk idee. Er is geen idee die verkeerd is. Dus uh, dat is altijd wel fijn om te weten. En je merkt ja. gewoon dat iedereen elkaar gewoon graag wil helpen. Je gooit hier een enquête de deur uit, en je hebt een dag later al, uh, al echt 50% ja. procent van de werknemers die gewoon uh, die enquête ingevuld hebben. Ja, want dat heb ik ook vaak zat meegemaakt, te proberen een interview in te plannen. En dan gaat het gewoon drie weken overheen normaal gesproken. Hier hadden we binnen, binnen een week hadden we met alle collega's, inclusief dan, maar dat is dan extern, maar in ieder geval uh, met alle collega's gewoon een interview ingepland. Nou, daar waren er een stuk of acht. Die hebben gelijk tijd vrijgemaakt voor de week erop. Ja, ja, ik heb ook in één week tijd gewoon vier uh, diepte-interviews hier kunnen houden. En iedereen ja. wil gewoon... Uh, ja, die staat gewoon voor je klaar. mits ze ja. tijd hebben natuurlijk. Hè. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. <laughs> ja, nee, precies. Maar het is wel gewoon... We gewoon aangegeven van... Goh, we zouden het uh, het liefst uh, binnen, binnen twee dagen doen. Dus een donderdag en een vrijdag. weet weet het even niet meer. Maar uh, ja, dan kan je wel daar rondomheen plannen. En dan ook met de collega's onder elkaar. Van goh, zou jij dan en dan kunnen uh, het aansluitend doen... En dan, uh, ja, dan zit het gewoon in een uh, vloeiende lijn, om het maar zo te zeggen. En iedereen helpt daar gewoon lekker aan mee. Ja, precies. Ja, ja absoluut. Nou ja, dat merk je ook met uh, onze middagwandelingetjes tijdens de lunch. Ja. Als het wat kortere of wat langere er wordt altijd wel gevraagd... hoe gaat het met je, hoe gaat het met je studie? En dan wordt er ja. altijd meegedacht naar wat misschien een oplossing kan zijn... of dan hebben ze een andere invalshoek, wat natuurlijk altijd interessant is en welkom is. Ja, plus niet te vergeten dat er gewoon heel veel zei Chantal laatst, geloof ik, tegen ons... dat er gewoon heel veel medewerkers zijn die ook zelf gewoon nog heel jong zijn... en ook ja. pas een paar jaar zijn afgestudeerd, of een jaar. Dan heb je wel gewoon gelijk... Ik ben gewoon uh, net zo oud als sommige mensen die hier werken, dus moet je nagaan. Ja, maar dan krijg je wel gewoon nog steeds een beetje... zit dat bij hun ook nog vers en dan zeg je, oh, dan moet je daarop letten. En uh, Chantal heeft, geloof ik, dezelfde on, uh opleiding als uh, ons gedaan... En dan weet je ook gelijk, dan heb je daar ook wat aan. Ze zijn niet alleen van, oké, okay, je hebt me dit gevraagd en dit doe ik. Maar het is ook gewoon van, oh weet je dat nog van je studie? En dit heb ik gehad. Oh, die docent heb ik ook gehad. Moet je dit en dit doen? Ja, precies. Dus ja, nogmaals, het is, het is allemaal wel gewoon een heel hecht team, denk ja, ik. En qua ja. begeleiding ja. zit het gewoon echt supergoed in elkaar. Ja, ja ik heb uh, mijn ervaring met uh, wat minder uh, begeleiders, helaas maar hier is dat gewoon top geregeld. Ze weten ook wel wie ze moeten vragen om uh, ja. te begeleiden. In ieder geval in mijn geval. Ja, nee, klopt. Ja, ja, ja. echt wel, ja. Dus ja, en dan kan je gewoon opbouwen. En wat ook super fijn is, en zeker nu in de coronatijd, uh, is, ik denk dat het voor de rest ook geldt... is dat je gewoon wekelijks een gesprek met je begeleider hebt. Ja, ik heb dan één keer in twee weken. Maar ja. Dat is gewoon, uh, maar dat spreek je dan gewoon ja, af. Ja. Ja. Het ligt eraan of het nodig is of niet. Maar Lou en ik, die skippen hem wel regelmatig. Maar dan hebben we gewoon geen idee. Ja, maar dat heb ik nu ook al een paar keer gehad. Of dat je dan druk bent. of, Het is wel fijn, zeker in die coronaperiode... dat je toch weet dat je... Ik heb de ervaring vorig jaar anders gehad... dat je uh, gewoon een beetje je grip aan het verliezen bent. En dan is het nu gewoon heel fijn... dat je, ook al ben je niet op kantoor... om wat voor reden dan ook, nu dus corona... is dat er toch contact met je gehouden wordt... en even gaat kijken van... Oh, hoe sta je er nou in? En hoe is het met je verslag? En... Ja, dat, al is het maar vijf minuutjes per week, dat je toch eventjes weer ja. back to Ja, je Ik krijg gewoon om de paar dagen een berichtje van Marlou, van nou, ja. staat het er nu mee? Ja, ja maar hebt, ja. ik heb sowieso ook, als ik via Slack gewoon iemand, wie dan ook bij TreffTeDave, een berichtje stuur van, hé, uh, hey, heb jij hier misschien kennis uh, van of bij wie moet ik zijn, dan heb je meestal binnen twee minuten meteen een bericht terug met waar je moet zijn of of je misschien ja. even een momentje wil zitten of dat soort dingen. Wordt ja. gewoon heel goed geregeld, ook ondanks corona. Ja. ja, want dat is echt een pluspunt. Dat slack ja, slack. dat is echt uh, de, uitkomst. de uitkomst. Eventjes voor iedereen: slack is uh, onze msn van vroeger, zeg maar. Uh, <laughs> daarmee, uh... Hey Terry, zo oud zijn ze ook <laughs> weer niet. Ja. hè? Daarmee, pas op wat je zegt, daarmee versturen uh, wij je allemaal berichten. Uh, in het is naar elkaar een toe. Het taal. O, onder onder de gamers is het een soort Discord, Discord. Ja, maar dan voor bedrijven ja. Dus het is gewoon een intern communicatiemiddel. Je hebt ook verschillende kanalen waar je in kan praten. Dus je hebt bijvoorbeeld de algemene kanaal. En dan ga je het gewoon over algemene dingen hebben. Zoals van, de telefoon moet opgenomen worden vandaag. Of ja. kunnen jullie daarop letten? Zoals de broodbode. Oeh, broodbode. Dat ja, dat... Of subway. Of subway. Of nee, doe mij bij broodbode. Of bakkerbart. Nee, of brood... broodbode is toch wel mijn favoriet ja. hier. Ja, ja, 100 procent. Ja, je moet eigenlijk gewoon elk broodje hebben geproefd. Hè. Nou, ik ben, uh, ik ben goed onderweg geweest, maar helaas uh, in al die tijd heb ik het nog, lijstje nog niet helemaal af kunnen werken. Ja, daarom blijf ik hier. Slim. Ja, maar dat is ook een voordeel, hè? Ja. ja. Van je stage lopen. Dus je hebt nu ja. ook een training uh, Meet Traffic Today. En daarin geeft uh, Steven, de directeur, uh, ook een soort korte introductie van Traffic Today en hoe het in elkaar steekt... En, uh, hoe dat verder is, en daar geeft hij ook in aan van dat er bij traffic today heel veel kansen zijn als je maar zelf pakt, en ik denk dat dat wel gewoon key is. Dus er zijn heel veel kansen, maar je moet er wel zelf naar vissen. Ja, je moet wel echt zelf initiatief tonen, zelf initiatief tonen. Hard werken loont, dat heb ik wel echt gemerkt. Hard werken loont, ja, absoluut. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Nee, dat is als stagiair wordt er ook gezegd van joh, dat, dat is dat is prima. Zeg maar. maar, als je dan af en toe, zoals wij hadden de eerste week, en dat was dan officieel voor in de maand dat wij begonnen, eigenlijk een weekje te laat dat wij die blogs moesten plaatsen. Oh ja, dat gaat over een stukje stagiaires uh, online marketing, maar uh, dat was eigenlijk aan de late kant, omdat wij een week te laat begonnen, als het ware, maar goed, wij wilden dat wel gewoon diezelfde dag erop. Zetten, dus het was ja. niet van oké, okay, we zijn tot vijf uur bezig, nou dan moeten er nog een paar geplaatst worden. kom morgen wel. Wij hebben wel al met elkaar afgesproken, oké, okay, als we gewoon fixen dat het vandaag af is en dan werken we maar wel langer door. Ja, dat wordt wel gewoon gewaardeerd. Omdat je dan niet de mentaliteit hebt van oké, okay, ja, weet je, een kwartier voor betaald, of dit is voor mijn stage ja. en that's it. Dus je hebt ook de kansen ja. en nou ja. Maar je bij, moet ze wel zelf aangrijpen. Tuurlijk. Ja, En zelf wel laten zien wat, je, wat voor bijdrage je wil leveren. En dat je enthousiast bent over het bedrijf. Ik denk dat dat ook gewoon vet belangrijk is. Want ik heb gehoord dat jij hier, uh, dat jij hier mag blijven uh, na de stageperiode. Jazeker. Lekker hoor. Ja, nee. Dat is denk ik gewoon een, gewoon een stukje van die doorgroeimogelijkheden. Ik zal, van tevoren had ik met mezelf afgesproken... dat ik met deze stage, ik wil sowieso verder in online marketing... dus dat wist ik al van mezelf. En dan wil ik een soort bijprojectje uh, in growth gaan oppakken. Waar we ook ons onderzoek over hebben gedaan. En, maar dat, dat wil ik daarnaast gaan doen, zeg maar. Dus ik dacht: oké, okay, maar dan zou het wel heel gaaf zijn als ik nog verder kan in online marketing. En toen had ik met mezelf afgesproken, en zeker toen ik hier een paar weken was en merkte hoe fijn de sfeer was en uh, de collega's en met wie ik allemaal samenwerk, van oké, okay, ik hoe dan ook. Ik ga een baan aangeboden krijgen. Dus daar heb ik alles op alles gezet om gewoon door te werken, ook in mijn schooluurtjes. Dus, nou ja, gelukkig kon ik het ook allemaal bijbenen. En ja, dat werd op een gegeven moment zo gewaardeerd dat het eind van de rit. En ik, ja, je, je moet natuurlijk ook je taken goed doen. Het is niet zomaar, je, je doet je best en dat zit. Maar hij inzet toont. Uh, verder vraagt dan je neus lang is. Zeg maar. Dus niet van oh, dit wordt je gevraagd. En verder heb je er geen vragen over. Oké, okay, nou ja, ik voer het maar uit. En dan is het gedaan. Ja, maar waarom doe ik het eigenlijk? Ja, maakt niet uit. Nee, nee, nee het is wel even. Extra stapje verder wat je. Oh, oké, okay, als je dit doet, dan kost het zoveel. Waarom is dat zo? Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Dus dat extra dingetje. En dan gewoon tussendoor contact houden met, met je collega's. En, en daarin samen optrekken. En continu. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor dit bedrijf. Is dat je. ...je horizon openzet, zeg maar. Oh, ik wil nieuwe dingen leren. Dus niet alleen, oké, okay, hier ben ik voor gekomen... ...hier ga ik gewoon voor werken en dat it. Die mogelijkheid is er ook gewoon echt. Ja. Dat bieden ze ook gewoon actief ja. aan. Ja. ja, dat je gewoon verder kan kijken. Oh, ik wil wel eens een keer in de keuken kijken bij je uh, advertising. Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Dat kan ja. allemaal. Ja. En als je, denk ik, dat laat zien... ...en dat was niet van, oh, dat liet ik zien om dan die baan te krijgen... ...want het was oprechte interesse. Het is oprechte interesse omdat ik er gewoon meer over wil leren. Maar als je die mentaliteit hebt, dat je, het staat ook centraal, ook op de website van uh, Grow Together. Is dat je open staat om te, verder te groeien en je persoonlijk te laten, ja, dat je wil ontwikkelen als persoon. En ik denk wel dat, dat als je dat in je kern hebt zitten, dat je dan, dan heb je ook die mogelijkheid om verder te groeien. En dan heb je ook die mogelijkheid om hier te blijven dan dat, dat uiteindelijk wel cruciaal is geweest. Maar ja, je hebt gewoon die mogelijkheid om hier langer te blijven als je dat laat zien. En dat je bij het team past. Ja, precies. En dat je je draai kan vinden. En als je hard wil werken. Dus ja. ja. Maar Terry, ik heb gehoord dat jij ook nog even wat langer uh, ons blijft vervelen. Ja, in ieder geval even in de zomervakantie. En ja. Uh, nou ja, wie weet uh, daarna nog. Maar uh, ja. En hoe ben jij daar op die plek terechtgekomen? Um, ik heb uh, heel veel gedaan met, uh, met social media en met uh, content creatie, met Adobe en, en dat soort dingen. En uh, vanwege mijn ICT-achtergrond, uh, nou ja, heb ik hier nog wel eens wat dingetjes kunnen introduceren waarvan de uh, mensen hier nog niet eens van het bestaan wisten in die programma's, zeg maar. Dus. Uh, ja, ik denk een stukje ervaring wat je misschien uh, bij kan brengen. Maar uh, ja, ook de werkzaamheden natuurlijk zijn gewoon goed. En uh, ja, het en, en, ja, bevalt van beide kanten. Ja, precies. Want dat wilde ik er nog wel bij uh, zeggen. Tenminste, voor het stagiaires van online marketing. Lee en ik hadden allebei geen ervaring. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Met... Jullie hebben denk ik wel ervaring. Jij bent aan het afstuderen. Dus... Gewoon met waar je nu mee bezig bent? Ja, ja zeker. Ik heb wel ja. ervaring, ja. Ja, precies. Dus dat is voor afstudeer stage alweer anders. Maar wat ik heel erg merkte is... Veel, veel functies vragen ze toch al. Ook al ben je stagiair, toch een klein beetje ervaring. Of dat je hier wel verstand van hebt. Ik ben hier echt out of the blue van die 1, 2 lesjes online marketing... die ik heb gehad tijdens mijn studie ingestapt. Dus ik wist de begrippen wel... Maar voor de rest wist ik niks. Ik wist niet hoe de praktijk werkte. Ik denk voor Lee dat hetzelfde ongeveer ja, is. Klopt. Echt tijdens uh, de studielessen. Het is letterlijk gewoon een opening van de basis. Eigenlijk puur de. Ja, ja de termen me. ken je. Maar uh, toen, toen we eenmaal begonnen, het was het echt van. Oh, dus zo werkte het. Toen kwam het cirkeltje rond. En uh, ja, dan gaat de keer... ene nu weer het open. Ja, maar dus het is ook niet echt nodig dat je alles al kan. Dat merk ik hierbij uh, als stagiair creative content ook echt wel ja. absoluut. Het is gewoon je kan gewoon zonder ervaring uh, als je maar hier gewoon met passie komt. Zijn want je leert of je leert hè, tussen aanhalingstekens wel teksten schrijven op school. Maar ja, dat is fictief zeg maar om voor een uh, voor een cijfer. Maar hier schrijf je echt voor echte klanten. Heb je krijg je ook gewoon echt goed in de gaten van. Ja, op deze manier moet ik schrijven en op deze manier haakt het goed aan bij de klant en bij Google en weet ik allemaal wat. Dus ja, echt in de praktijk leren is toch altijd beter dan dat je het op school leert. Ja, want dat heb ik ook gemerkt. Ze gaan uit van een bepaald droomscenario altijd op school. En ik denk dat de meesten dat wel herkennen. Maar hier gaat. In de praktijk kom je erachter dat hoe het echt werkt, zeg maar. En daar leer je uiteindelijk het meeste van. Tuurlijk, het is fijn om dat theorieboekje achter de rug te hebben, maar um, ja, je leert het meeste van die praktijk uiteindelijk. Je moet het uiteindelijk gewoon toepassen. Daar en komt het op neer. Als je eens een keer wat fout doet, of als je eens een keer uh, goed op je oh ja, mel ja. gaat, dan uh, dat is dat natuurlijk geen probleem. Dat is hier ook echt helemaal niet erg. Nee, um, als je er maar gewoon eerlijk over bent en erover kan praten. Precies. En als je er zelf maar wat van opsteekt en het de volgende keer toepast wat je geleerd hebt, dan uh, vinden ze dat hier allemaal hartstikke gaaf. Ja, want we hebben zelfs een buglist, toch? Ja. Met allemaal bugs. Nou ja, kortom, dat is een lijstje. En als je gewoon een fout maakt, is het geen probleem. Zelfs gewoon echt vaste medewerkers hebben daar wat dingetjes in gezet. Het idee erachter is dat dat dan bij elkaar verzameld wordt. En dan in één keer in de zoveel tijd worden die. Uh, bugs, dus foutjes, uh, bij elkaar gelegd en besproken. En wat een eventuele oplossing daarvan zou kunnen zijn. En dan hoeft niet iemand gewoon die fout te maken, die doet het niet meer. Maar iemand anders gaat het vervolgens exact dezelfde fout maken. Wat ja, ja. hartstikke onnodig is. En dan in de hoop om daar wat van te leren en het in de toekomst te voorkomen. Ja, dus ik denk gewoon dat. Dat zijn allemaal van die kleine aspecten waardoor het hier wel gewoon die constant stijgende groei is binnen het bedrijf. Absoluut. Ja. Nou, uh, ik denk uh, dat je bij deze als luisteraar hopelijk al een uh, goed beeld hebt gekregen van uh, hoe het hier als stagiair is bij Traffic Today. En uh, als je geïnteresseerd bent, uh, voel je welkom. Uh, contact ons via de website. Uh, daar staan alle contactgegevens, social media, telefoonnummer, e-mail, wat je allemaal wilt. Maak het maar gek als je wilt. En uh, ik hoop je dan bij Traffic Today te zien. Dankjewel. Powered by Traffic Today.